Sterrenbeeld, steenbok, steenbok van harte welkom weer op dit kanaal. En wat leuk dat je komt kijken naar jouw maandlegging voor de maand november 2023. Alle nieuwe kijkers natuurlijk ook van harte welkom. Leuk dat je komt kijken ook. En ja, mocht je het nou leuk vinden hier, dan kun je natuurlijk altijd gratis abonneren. En vergeet dan ook niet om even je notificatiebelletje aan te zetten. De reacties zijn natuurlijk altijd heel leuk. Ook de duim even omhoog. Uh, iedereen natuurlijk ook weer bedankt voor al die leuke, lieve, openhartige reacties. En ik lees ze altijd met een big smile. En ik probeer ook echt. ...op iedereen toch even te reageren, hoeveel het er ook zijn natuurlijk. Um, voordat ik natuurlijk net de maandlegging ga starten met de tarot en de Lenneman... ...ga ik iets met jullie delen, want Hajeva deelt ook iets met ons. Dit wordt aangeboden door uitgeverij Hajeva, de maanagenda of de maankalender 2024... ...geschreven door astrologe Esther van Heerenbeek. Dit kun je winnen. Een hele leuke scheurkalender van dag tot dag, waarin uh, hier bijvoorbeeld op uh, 23 april de maan in weefsel staat. Een luchtteken. We hebben te maken met een wassende maan. En Esther neemt je gewoon helemaal mee in het hele verhaal van die dag. We hebben ook een agenda. En zeker als je wat bekender bent met astrologie. Hè, is dit helemaal leuk? Of je bent je aan het verdiepen in de maan. Uh, voorin staat eigenlijk van alles uitgelegd. Hoe dat nu allemaal werkt. Met welke symbolen. En best wel uitgebreid ook hoor. Dus het is ook heel leerzaam. Nou, hier zie je bijvoorbeeld. Uh, neemt de maan neemt af. En dan zie je hier in het weekoverzicht eigenlijk. Hé, hey, hier hebben we die nieuwe maan. En dan gaat hij weer... Groeien, 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 groeien. En ook oh, Valentijnsdag, heel leuk met hartjes. En dan zijn we hier bij de volle maan beland. En bij die volle maan neemt hij weer af. Dus het is ook heel leuk om dat overzicht te hebben. Wil jij nou hier kans op maken? Zorg sowieso even dat je abonnee bent natuurlijk. Wel zo leuk. Uh, en laat me dat dan even weten in een reactie hieronder. Laat ook weten. Ik wil de maankalender of ik wil de maanagenda, dat je wel krijgt wat je het allerliefste hebt. Aangeboden door Hajeva, uitgeverij, zoals ik al zei. Zijn uh, linkje van Peter Saarloos, van uitgeverij Hajeva, staat uiteraard met alle andere linkjes en informatie uh, in de beschrijving hieronder. Dus uh, check het daar ook nog eventjes. We gaan lekker starten met de tarotkaarten. Lieve steenbokken. Ik ben benieuwd hoe het met jullie gaat en uh, we gaan gewoon eens eventjes kijken. En als je me natuurlijk al langer volgt, dacht je misschien waar blijven die maandleggingen nu ineens? Nou, soms ga ik ook even wat anders proberen. Hè? Ik heb een poosje de week energie ook gedaan. Maar ik moet natuurlijk ook eerlijk bekennen, ik was naast al mijn drukte een online academy aan het maken. En het is altijd uit de lengte of de breedte moet het komen. Dat moest ik allemaal in mijn vrije tijd doen. En dit doe ik natuurlijk ook in mijn vrije tijd. Dus uh, ja, ik kan nergens meer tijd creëren. Dus vandaar dat ik dat een beetje anders gedaan heb. Maar heb je zoiets? Ja, maar die tarot vind ik echt leuk. Zou ik dat kunnen? Ja, zeker als je tarotmaster gaat doen. Of je neemt een losse module, dan kun je eens proeven. Hè? Er staan ook allemaal leuke aanbiedingen. En hetzelfde geldt voor de Madame Lenneman. Dus wil jij daar nou meer over weten? Neem dan gewoon eens even een kijkje op de academie. Linkje staat uiteraard ook in de beschrijving. Want iedereen kan dit gewoon leren. Als je maar even weet, en zeker ook met die tarot, hoe dit systeem in elkaar steekt. En hoe die kaarten met elkaar eigenlijk verbonden zijn. En als je dat snapt, ja, dan gaat je intuïtie de rest gewoon doen. Het is echt niet moeilijk. Je moet het alleen begrijpen. We hebben hier te maken met de magier Zwaarden. Ridder een overwinning. Een aas, nog een aas. Dus aas van staven, aas van aardemunten, aas van bekers. Hallo, steenbok. Als je bang bent dat je niet stroomt, dan kan ik je uh, wat vertellen. Je gaat wel stromen. Kijk eens even. Zo de Ja joh. Kijken dan. Dit ligt er wel fantastisch bij. Ik wil me dan <coughs> Lenneman ook eens even vragen of zij zich daarmee wil gaan bemoeien. Kijken wat zij hierover te vertellen heeft. Eens even kijken. Die moeten we daar leggen. Die leggen we hier neer. Eens kijken hoor. Zo. Soms zie je mijn arm een beetje gek doen, maar ik zit achter een statief. Dus uh, dat is even creatief zijn. Maar ja, dan hebben we wel het mooiste beeld eigenlijk. Hè? Dus dat vind ik ook wel heel veel waard. Eens kijken. Steenbok. Je ligt er goed bij, Steenbok. Waar zit jij in? Voordat ik ga starten. Het kan nooit, zeker voor alle nieuwe kijkers vind ik dat belangrijk... 100% rationeren met alle steenbokken. Je hebt ook nog een ascendant, je hebt nog een maan ergens in staan. Rationeert het niet... Uh, ten eerste haal eruit waar je wat mee kan. Kijk eventueel over een week of twee nog eens terug, want dan ben je verder in je proces. Dan herken je dingen wel. Of meer, herken, uh, dan herken je meer. Uh, op de site staat ook een video uh, waar je, hè, hoe je je ascendant kunt berekenen of je maan. Dat wilde ik nog even gezegd hebben. Dan kun je daar ook eventueel naar kijken. Oké, okay, de magier. Daar zit je in. Je bent iets meester aan het worden, iets aan het creëren. En er zit beweging in, want je hebt vastgezeten ergens in. Hm. Zo, het wordt tijd dat je talent toe gaat passen. Uh, het ligt hier, maar krijg het ook echt te horen. Ridder van zwaarden. Ja, wat komt er bij? Kijk, je wil eigenlijk iets creëren, je wil iets meester worden, maar je bent een beetje met de bottebel uh, door alles heen gegaan. Dat kan en soms is dat ook nodig. Ehm... Um... Je bent bereid om hard te werken. En dan kun je dat ook wel creëren. Als ik hier eens even kijk, er ligt eigenlijk een nieuw begin. Overwinning, hè? ook in, uh, op liefdesvlak voor een aantal steenbokken. Um, alleen ja, je had iets overwonnen. Je wilde een nieuw begin. Toen liep je vast. Toen blokkeerde je. Terwijl je je talent toe wil gaan passen. Nou, toen kwam je in die energie van de Magier terecht. En misschien zit je hier nog in, hè? dat kan. Dan ga je hier binnenkort in uh, verkeren, maar misschien zit je hier al in. Dat is voor iedere steenbok anders. Ja, wat is hier aan de hand, joh? Werk, carrière, nieuwe informatie. Je mag jezelf openen, want ik kijk ook even naar het inzicht. Dat hart gaat stromen. Eigenlijk heb je drie azen en moet ik je een klein beetje op je donder geven. Lieve steenbok, je bent natuurlijk... Wat Traditioneel en ik vind steenbokken fantastisch, hè? dus als ik wel eens wat, wat zeg over een steenbok, voel je vooral niet aangevallen. Ik vind het uh, fantastische mensen omdat ze heel trouw kunnen zijn hè? ze zijn heel trouw, loyaal, uh, plechtig. Ze maken dingen goed af, uh, ze zijn heel gestructureerd, dus dat zijn allemaal hele fijne eigenschappen. Maar soms neemt dat een beetje de overhand en probeer je eens een beetje vrij te maken, lieve steenbok, want het hart gaat stromen. Je hebt 1, 2, 3 azen. Hallo, dat is echt hartstikke mooi. Uh, kansen en financiële kansen, de sleutel ligt erbij, de sleutel van bevrijding ook. Hè. Dus je mag jezelf ook nog ergens van bevrijden. Waar mag jij jezelf dan van bevrijden? Ja, angsten en illusies. Dus dat is wel heel belangrijk. Het hart gaat stromen, maar er komt ook nog nieuwe informatie naar jou toe. En eigenlijk zie ik op werk vlak een heel nieuw begin. Dat zie ik eigenlijk aan het hele verhaal, waar je heel veel succes in zou kunnen hebben. als je, je daartoe wil gaan zetten. Dus ja, dat ligt helemaal niet lelijk. Voor een aantal steenbokken ligt er gewoon dikke, vette liefde. Kijk dan, het hart, de maan, romantiek, de sleutel, de ster. Groei daarin, ontmoetingen liggen daar. Dus de, de aas van Bekers ligt daar, dus dat ligt ook heel mooi. Hoe kijk jij zelf naar die situatie? Nou, heel simpel. Als jij bereid bent uit je comfortzone te stappen, want dat is ook waar het naartoe gaat, dan krijg je heel veel succes. Moet je wel voor werken, je krijgt het niet cadeau, maar dat ligt hier wel. Als ik eens even kijk, hoe kijk je ernaar? Je wil groeien, je wil hogerop en je wil erkenning. Het gaat erom dat je eerst jezelf erkent in alles. Dus niet alleen maar in hoe goed je in alles bent uh, en al je talenten, maar ook in die dingetjes dat je denkt, hé... Hey, daar mag ik ook wel eens naar kijken. Of daar mag ik wel eens even anders mee omgaan. Hoe kan ik kneden? Hoe kan ik aanpassen? Zodat je niet meer zo op zoek bent naar die erkenning. En dan stroomt die erkenning vanzelf. Um, maar dat zie ik hier ook gaan doen als die. Plechtige maagd. Want de maag kan ook plechtig zijn hoor. Al die aardetekens zijn wat, wat uh, ja, heel praktisch. Maar ook altijd wel met zekerheid bezig. En details en, en materie. En maagden willen dat alles klopt. En willen alles beter maken. En ja, de ster ligt erbij. Dus als jij bereid bent. En daarom zat ik een beetje te zeuren van: hé, hey, kijk eerlijk naar alles. Want ik zag natuurlijk die uh, meneer met uh, meneer Baartmans al liggen met zijn uh, lantaarn. En dat is maagdenergie. En maagd. Observeert, analyseert en dan gaat hij alles selecteren. En dat mag je hier dus doen. En als jij dat eerlijk durft te doen vanuit die maagdenergie, met dat vleugje steenboek wat in jou zit, en jij geeft aandacht aan je dromen, wensen en het manifesteren, boom, ga je groeien en dan gaan dingen ineens heel snel. Dan breek je door alles heen. Dus ja, dat is wel een beetje het verhaal. We gaan natuurlijk ook nog verduidelijking pakken. En natuurlijk zie ik hier die groei, maar ook even dat je soms jezelf tegenhoudt, je laat tegenhouden, maan kan van invloed zijn. Uh, soms ben je ook met illusies bezig, maar daar kom je dan ook wel achter wat wel en niet oké okay is voor jou of he, waarin je uh, anders mag gaan kijken. En illusies en dromen liggen dicht bij elkaar, want als je droomt kun je creëren. Het gaat er alleen om dat je wel realistisch durft te kijken, maar ook weer durft te dromen. Dus ja, vind daar maar de juiste uh, formule voor. Hè? En dat is gewoon doen en gewoon uh, proberen en in jezelf geloven. En elke keer even bijspijkeren, uh, bijsturen, bijschaven. Elke keer even je energie voorsleutelen. Ja, en dan kunnen dingen ineens heel snel gaan. En dan ga je echt stromen. Dat zie ik ook aan de tuinen. Ontsmoetingen liggen daar. Uh, gewenste ontmoetingen. Ja, en, en Steenbok. Ik weet natuurlijk dat dat niet voor iedereen kan gelden. Maar hier ligt wel media voor jou. Dus ik weet niet wat je allemaal voor plan bent. Uh, maar ook succes. Groei. Groei, uh, uh, groei in succes ligt er ook. Dus ja, ik ga even kijken wat nou die, die, die botte, botte ridder is. Dat is wel een eerlijke, directe meneer. Maar die heeft lange tenen. Uh, kan echt keihard even heel bots binnenkomen. Dus wat is going on? Waar heb je mee te maken? Heeft ook wel werk gerelateerd. Kan dat te maken hebben? Oh, spiritualiteit, inzichten, intuïtie. Ben je geraakt? Misschien, dat kan, hè? Uh, naar binnenkeren. En heel erg durven voelen. Kijk, we hebben een maan en een maan. Manen gaan over versluiting, illusies... Deze maan gaat ook over werk en carrière, bestemming, eindbestemming, maar ook hoe je gegaaid wordt. Het is vrouwelijke energie, soms dat het versluierd is. Maar die hoge priesteres is verbonden met de maan. En als jij heel eerlijk durft te voelen, krijg jij de waarheid over alles. En dan krijg je die inzichten en daar kan je dan ook mee verder. Daar ligt ook de sleutel. Kijk, je hebt ergens nog hartzeer van. Dus even op dat hart gekeken. Daar heeft dat weer mee te maken. En ik wil weten wat er dan heel snel gaat. Laten we eens even kijken. Oké, okay. iets nieuws creëren. Even steggelen en dan ga je. Weer, hè, die ridder van zwaarden. Nu zie je wat een beentje dat is, hè, met die puntige schoenen. En dat mes, dat zwaard recht vooruit, dat paard in galop. Maar dan ga je ook als een malle. En dan ben je ook niet meer tegen te houden, ook. Dus ik, ik zit er eigenlijk wel een beetje om te grinniken. Omdat je altijd dat allemaal heel netjes en correct wil doen. En in één keer pak je hem en dan ga je als een malle, joh. Wat ontzettend mooi om te zien. Super. Oké. Okay. De wereld laat zien wat er in jou leeft. Dus. Dat is wel een nadenkertje. Lieve Steenbok, het kan natuurlijk zijn dat je denkt: hé, hey, ik wil hier persoonlijk meer van weten. Want het is natuurlijk een reading voor een sterrenbeeld en niet voor jou persoonlijk. Uh, en ik hoop dat het wel persoonlijk voelt natuurlijk. Wil jij dat? Heb je daar behoefte aan? Ben je natuurlijk altijd van harte welkom bij mij in de praktijk. Of voor een telefonisch consult, dat kan natuurlijk ook. Wil je nou direct een uh, telefonisch consult, dan ga dan eventjes naar www.puurmedium.nl. Uh, buiten dat je daar altijd een uh, geselecte zorgvuldig geselecteerd uh, mediumparagnost of uh, uh, spiritueel werker kan uh, spreken voor een uh, consult, staat er ook ontzettend veel gratis informatie over van alles en nog wat. Dus ook heel erg leuk om uh, te kijken. De kern van de zaak. Ja, erken dat er meer aan de hand is, Steenbok. Dus uh, kijk maar eens even waar dat voor jou over gaat. Wat is er nog meer aan de hand? Want er zit hartzeer. En waar heeft dat daadwerkelijk mee te maken? Zit er een wond? Is iets niet verwerkt? Uh, wil je ergens niet mee geconfronteerd worden? Um, als je dit eenmaal erkent. Boom. Dat is alles. Echt. Losmaken. Losmaking. Ik wist niet eens dat dat een Nederlands woord was. Je laat oude patronen en ideeën die niet langer je hoogste idealen van liefde dienen los. Ja, daar ga ik niet eens wat over zeggen. Want ik denk dat het verhaal gewoon duidelijk is wat hier. Ja. Overduidelijk naar voren komt. En uh, we gaan gauw even kijken wat de romantiek voor jou nog in petto heeft. Want dat zagen we hier ook wel al liggen. En natuurlijk ook liefde voor jezelf. Want dat is het allerbelangrijkste. We gaan kijken. Lieve steenbok van me. Kijk eens even. Je zielsverwant. Ja. Dit is je zielsverwant. Samen met laat controle los. Laat deze situatie zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Prachtig. Echt, je hebt wel wat te doen en troost je. Uh, andere sterrenbeelden tot nu toe, allemaal eenzelfde verhaal. In die zin, dus iedereen zit in een bepaald ontrafelingsproces, uh, een pijlproces. Uh, iedereen zit in, oh, we gaan dingen anders doen. En het is zo breed, want bij alle sterrenbeelden gaat het wel over een ander thema. Maar het komt bij iedereen een beetje uh, naar boven op een andere manier. Kijk eens, de kleur waar jij zelf creatief mee kan zijn. Nou, je zag hier al groen en hier nog een keer. Blaas je zenuwstelsel nieuw leven in, samen met citroen. Toegang tot vernieuwend denken en buiten dat je natuurlijk heel creatief kunt zijn met die kleuren. Citroen kan je ook eten in je water doen, meekoken. Het is uh, supergezond. Maar ook de geur, als je het openmaakt, doet iets met je. Dus maar kijk zelf maar even wat je ermee wil. En ik ga nog eventjes, als kerst op de taart, een liefdesorakelkaart voor jou pakken. Lieve steenbok. En laat het me weten, hè, of het resoneert. En of je het herkent, hoe je de reading vindt. Vind ik echt alleen maar super leuk om te lezen. Dat waardeer ik. En dan gooi je ook even je duim omhoog. Nou. Ja, 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 Steenbok. Je hebt een geheime aanbidder. En zet je zorgen opzij en kom in mijn armen. Steenbok, dit is hem voor november 2023. En ja, ik hoop echt oprecht dat ik jou heel veel nieuwe inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook heel veel inspiratie heb mogen geven. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. Nogmaals, laat me even weten hoe je de video vindt, hoe je hem ervaren hebt. Wil jij kans maken op de maanagenda, maankalender? Laat ook even weten waar je kans op wil maken. Gooi je duim even omhoog. Delen is altijd nog vermenigvuldiger geweest. Dus als jij de video wil delen, ben ik jou zeer dankbaar. Uh, en de steenbok die hem door middel van het delen van jou ook tegenkomt, waarschijnlijk ook. Die hadden misschien net even nodig. En verder zou ik zeggen: maak er een hele mooie november van. Dankjewel weer voor het kijken. Alle info in de beschrijving hieronder. En ik zou zeggen: tot de volgende. Doei doei. Herken je de frustratie van het onthouden van de betekenis van iedere Tarotkaart? Maak je geen zorgen. Tarot spreekt tot ons op een diep, intuïtief niveau door zijn symboliek. In mijn training focus ik op de onderlinge samenhang van de kaarten en hun symbolen, waardoor je de betekenissen intuïtief gaat begrijpen. Ben je klaar om een leven te leiden in samenwerking met jouw intuïtie, met Tarot als je gids, om echt te begrijpen wat Tarot jou te vertellen heeft? Sluit je dan aan bij mijn online academy bij Tarot Master. Maak je keuze hieronder om vandaag nog te beginnen met het onthullen van de mysteries van de tarot. Mijn naam is Mireille van Rijn en ik zie ernaar uit om je te verwelkomen in deze magische reis. Tot snel!